eigenlijk de gemiddelde strekking op de vraag wat heeft dit gerecht te maken met Flevoland is, de producten komen uit Flevoland. Ja, dat is te gek. Dat is uiteindelijk waar het om te doen is, want we willen gaan koken met Flevolandse producten. Maar is misschien niet de beste manier om zo'n verhaal te vertellen en over te laten komen. Mijn naam is Bas Klo, ik ben medebestuurslid en oprichter van Dutch Cuisine. En Dutch Cuisine voert met de provincie Flevoland en Food Hub het project in de Flevoland uit. Onder de naam Eet als een Pionier. Ik ga gewoon een hapje maken. Dat hapje is niet ontstaan omdat ik dacht, dit is nou eens een heel lekker hapje. Of dit is nou eens met Flevolandse producten. Nee, ik ben eerst gaan denken, hoe kan je nou op een hele andere, radicaal andere manier dat storytelling inhoud geven? Dus ik ben eigenlijk voor mezelf gewoon helemaal buiten het food idee gaan denken, wat is Flevoland nou? Wat is het? Hoe is het hier gekomen? Wat was het voorheen? Als ik aan Flevoland denk, waar denk ik dan als eerste aan? Nieuwland. Nieuwland. En nog een stap terug. Zee. Zee. Als je aan zee denkt, wat denk je dan aan? Zout. Zout. Voilà. Ja, daar kun je al zeggen van oké, nou, daar heb ik een insteek. Ik ben chef-kok van beroep al heel lang. Echt alle verschillende disciplines doorlopen. En sinds een jaar of 10 hou ik me bezig met voeding, duurzaamheid, inhoudelijk. Hoe kan dat er dan uitzien? Maar ook de rol van de chef. Hoe gebruiken we dat imago en die zeggingskracht van de chef om de boodschap beter over te brengen, maar vooral beter aan te laten komen. En wat we hier doen in deze workshop masterclass is met name gericht op Flevoland. Wat hebben we hier aan producten? Maar hoe vertel je ook het verhaal van die producten zodanig dat degene die zometeen in jouw restaurant zit enthousiast raakt daarvoor? Wat is er nou zo specifiek aan het ingrediënt? Waarom is het specifiek voor Flevoland? En wat is er aan die bodem hier in Flevoland zo bijzonder dat dat product hier zo goed groeit en van die specifieke kwaliteit is? Want als je op zoek gaat naar al die verschillende bodemsoorten, ontdek je ook een enorme diversiteit in smaken van soms dezelfde producten of ogenschijnlijk dezelfde producten. Dus het is heel leuk om op die subcultuur zeg maar in te gaan. Mijn advies zou zijn om te gaan zoeken naar bijvoorbeeld herinneringen die je hebt bij een bepaalde plek waar je zelf echt een goed gevoel bij hebt. Dus als ik aan de polder denk, dan denk ik aan vroeger gingen wij windsurfen en dan reden we door die polder en had je die prachtige gele velden allemaal met koolzaad. Dat soort associaties, die heeft iedereen. Dat soort herinneringen heeft iedereen. Het is heel leuk om te kijken of je daar vanuit en dat als basis kunt gebruiken om verder te redeneren naar een bepaald recept, een bepaald gerecht. Maar zoek het heel erg bij jezelf, zoek het heel erg in het persoonlijke, want dan krijg je ook een uniek verhaal of een unieke vertaling. En wellicht krijg je dan ook een nog unieker recept. In de oven. En dan kunnen we maar met deze. Maar ik denk dat je het wel.